Hey welkom bij dag 4 van de Power of Journaling Challenge. Super leuk dat je erbij bent. superleuk dat je kijkt. Ik ben hartstikke blij en dankbaar um, dat jij uh, de komende half uur ongeveer um, inspiratie van mij wil um, krijgen. En uh, ja, ik heb uh, een boel met je te delen. En vandaag gaan we het hebben over journaling. Voor je creativiteit. Mijn lievelingsding. Um, dit is ook waarmee ik ooit ben begonnen met journalen. Um, een beetje als een dagboek, maar ook een beetje om mijn creativiteit en dingen in te schrijven. Verhaaltjes, dingetjes, ideetjes. Um, ja, het ging allemaal in die, in die journals. En uh, ja, vond ik heerlijk om te doen. Um, en ja, je um, creativiteit, ja, dat is natuurlijk een heel breed iets. En ik ben dus een heel creatief iemand. En ik ben ook. Um, creativiteit heeft, ook oh, tussen haakjes, um, niet per se iets te maken met dat je heel uh, goed kan tekenen of kan schrijven. Of uh, dat je dus iets kan creëren: hè? Uh, iets creatiefs, iets, iets kunstzinnigs of iets artistieks of dat soort dingen. Uh, voor mij is creativiteit veel breder. Creativiteit gaat ook over denken, over uh, oplossingen verzinnen, over um, in staat zijn op een andere manier naar dingen te kijken. Dat is ook creativiteit. Dus het is nogal breed. En ik ben dan creatief op middere vlakken. Wat ik dingen vanuit heel veel perspectieven kan zien. En ik ben ook nog in staat om er een, een uitvoering aan te geven. Dus bijvoorbeeld te schilderen, het fotograferen, boetseren. Um, ja, nou ja, al die dingen, die webdesign. Um, ja, dat is allemaal, zijn allemaal dingen die ik goed kan. Um, en ook heel leuk vind om te doen. Uh, niet heel veel tijd voor neem, dat is een ander verhaal. Um, maar goed, ja, weet je, iedereen heeft zo zijn dingen um, die hij leuk vindt. En, uh, nou ja, uh, slimme oplossingen verzinnen voor dingen, creatief denken, dat is ook leuk. Dus, uh, nou ja, goed. Um, hoe je het dan ook ziet, hoe het voor jou dan ook voelt, um, eigenlijk is iedere persoon op een bepaalde manier wel creatief. Um, maar je hebt natuurlijk daar verschillende levels in. En um, ja, wat ik nu vandaag met je wil delen, dat gaat over ho ook hoe je die creativiteit nog meer kan stimuleren, hoe je daar nog meer mee zou kunnen doen. Um, en bijvoorbeeld als je daar een blokkade op hebt zitten, hoe je daar van los kan komen. Um, maar ik wil meteen ook eventjes een disclaimer geven, want... Um, als jij alle video's van de um, the Power of Journaling Challenge tot dusver hebt bekeken, dan heb je gezien dat ik je best wel veel opdrachten heb gegeven en ook best wel veel aangereikt heb. En um, wat ik niet van tevoren heb gezegd, maar wat ik je nu toch wel echt even moet zeggen, is: je hoeft dat natuurlijk niet allemaal te doen. Hè? Uh, je hoeft sowieso niet te doen wat ik zeg. Je moet lekker doen wat je zelf wil. Maar wat belangrijk is, is dat je. Dat ik het aanreik. Ik, ik zie wat ik doe um, in mijn coaching en alles wat ik doe, eigenlijk, uh, de online programma's die ik maak. Ik zie het altijd als een schaal met tapas die ik uitdeel, um, waarbij jij kan kijken van, nou, ik heb allerlei smaakjes. Ik heb vegetarische, vegan, met vlees, met vis. Um, en jij kan kijken van, nou, oké. Okay, dit is de schame hm, Waar heb ik zin in? Hm, vandaag heb ik zin in een tappa met vis. Of nee, nou, ik ben vega, dus ik wil een vega tappas. Um, ik wil je alleen dingen aanreiken. En jij kan zelf bekijken van nou, hé, hey, dit resoneert bij mij. Dit vind ik tof. Oh, daar kan ik mee verder. Hé, hey, dit vind ik leuk. Oh, daar word ik nieuwsgierig naar. Daar weet ik nog niet zoveel vanaf. dat hm, thinking time. Misschien is dat wel leuk om daar eens mee te gaan Um, ja, ik noem het altijd stoeien of dansen. Kijk gewoon eens op een speelse manier uh, van hoe, kan ik, daar, uh, hoe kan, kan ik dat leren en hoe kan ik daar goed in worden. En um, je merkt vanzelf of iets wel of niet voor jou is. En um, ja, misschien is alles vind je alles leuk, uh, maar ga, doe het dan niet tegelijk. Weet je? We gaan het dan na elkaar doen, doe niet Doe niet, doe niet en een dankbaarheidsjournal, en een creatieve journal, en een zakelijk journal. En uh, dat je zelf dus de hele dag aan het schrijven bent. Dat je dus eigenlijk niks anders doet dan journalen. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling, hè. Laten we even heel, heel reëel zijn. Um, maar goed, het zijn wel dingetjes waarvan van ik denk: hé, hey, daar zou je wat aan kunnen hebben. Hier heb je het, het is een idee. Kijk eens wat jij ermee doet. En doe het ook lekker op jouw manier. Ik, ik doe alleen maar suggesties van, nou, zo kan je het doen. Ik geef je een opdracht om je een beetje te prikkelen van, nou, misschien is dit een idee. Uh, maar kijk natuurlijk vooral hoe dat voor jou werkt. Want we zijn allemaal anders. En we hebben allemaal andere manieren om getriggerd te worden. We hebben allemaal andere manieren om aangezet te worden en om in actie te komen. En um, ja, eigenlijk is deze challenge een soort proeverij van verschillende dingen die je zou kunnen doen. En um, ja, je kan natuurlijk heel braaf al die opdrachten helemaal tot in detail gaan doen. En als je dat leuk vindt, moet je dat zeker doen. Uh, maar dan moet natuurlijk helemaal niks. Dus um, dat wilde ik eventjes uh, nou, nog erbij zeggen. Um, voordat het te laat is, voordat je helemaal overwhelmed bent door alles. Uh, want ik ga vandaag maar liefst. Vier ideeën met je delen. Um, dus ja, um, dat wordt natuurlijk weer lekker veel. Um, moet ik het dan niet doen? Nee, ik ben zo. En ik vind het leuk om uh, ja, ook veel ideeën te geven. Omdat je dan lekker kan cherrypicken en kan kijken: van nou, what's in it for me? Um, dus de vier ideeën die ik vandaag heb. Dat zijn de morning pages, daar heb ik het al eens eerder over gehad, uh, ga ik nu uh, wat uitgebreider op in. Inspirerende schrijfopdrachten, Magic Word of the Day heb ik het genoemd, en uh, moodboard, vision board. En dan nou, eigenlijk vooral vision board, want moodboard is leuk, maar dat is meer als je je huis wil inrichten. En vision board, um, dat gaat over je visie. Um, dus het is ook, kan ook zakelijk zijn, maar dat heeft ook met manifesteren te maken. Um, maar goed, deel 1 of het eerste ding is de morning pages. Nou, wat zijn de morning pages? Hoe werkt het? En wat als je geen ochtendmens bent? Nou, uh, ai, ai, ai ja, ik ben ook geen ochtendmens. <laughs> um, maar uh, het heet niet voor niks zo. En het is een superkrachtige tool. Uh, 30 jaar geleden, denk ik, misschien wel 32 jaar geleden, um, kwam ik in aanraking met uh, Julia Cameron. En haar boek The Artists Way. En dat boek was bedoeld voor creatieve mensen, um, artiesten of artistieke mensen die um, ja, zich geblokkeerd voelden in hun, uh, in hun kunst, in hun, uh, in hun creativiteit. Um, dat komt heel veel voor. Hè? Dat je, uh, nou, je wil schrijven of je wil schilderen. En um, ja, dan heb je die. Verdorie, die innerlijke criticus die dan weer komt opdagen. En die komt dan allemaal zeggen van... nou, ja, ja nou, nou, ik vind niks. Of uh, nou, zou je dat nou wel doen? Uh, soms begin je er niet eens aan, want dan beginnen ze van tevoren al te piepen. Uh, of je bent halverwege en dan zegt... nou, ja, het wordt eigenlijk niks, hè. Nou, uh, uh, mm, kan het beter? Of ja, uh, uh, yeah, wie zit er nou op te wachten? Of uh, moet jij, kom jij ook weer eens aan met je... Creatieve aspiraties of whatever. Nou, die stem die, die is bloedirritant. Um, ik heb al eerder gezegd, die moet je gewoon acuut uit je leven bannen. Maar goed, dat is niet zo makkelijk. En Julia heeft een truc om dat uit je leven te bannen: om te zorgen dat die innerlijke criticus um, ja, wat vaker de, de mond houdt. Um, en um, dat doe je dus door elke ochtend um, drie pagina's te schrijven. Niet meer en niet minder. En dat doe je op het moment dat je net je ogen open doet. Um, in de schemerzone tussen wakker en slapen. Daar is het gouden moment um, waarop jouw innerlijke criticus nog aan het tukken is. Of nou, ik weet niet, die is er dan nog niet super actief. En dat is een goed moment om door die blokkade heen te breken. En je gaat dus schrijven. Um, gewoon drie pagina's. Maakt niet uit. Um, ja, ik ben nu hier een pagina aan het schrijven, maar ik weet niet waarover. Ja, het moet drie pagina's zijn. Oeh, nou, dat ga ik helemaal niet halen. Uh, uh, uh. Nou, ik ben eigenlijk nog wel een beetje moe. God, dat heb ik ook weer gedroomd vannacht. Jeetje, nou, heb ik nou al bijna. Oh, ik heb bijna één pagina af. Nou, ik kan niet meer lezen, maar ja, dat maakt ook niet uit, want ik hoef het ook niet terug te lezen. Nou, zo'n zo stukken... ik heb heel veel van die, van die journals met allemaal van dat soort verhalen erin. Um, waar gaat het om? Niet om de inhoud. Het gaat om het doen. Het gaat erom dat je het doet en dat je het blijft doen. Uh, minstens een aantal maanden blijf je het doen. Ook al is het moeilijk, ook al gebeuren er heel veel dingen in de waardoor het niet kan, toch doe je het. Elke ochtend. Het is ook uh, discipline kweken. En wat er dus met je gebeurt op het moment dat je dit gaat doen, is dat je um, gaat, gaat oefenen in flow schrijven. Veel meer schrijven vanuit, vanuit je onderbewustzijn, vanuit. Dat wat er allemaal verder nog in jou zit. En in jou zit, zou ik graag even verklappen, voor wie het nog niet wist, heel erg veel ongelofelijke gave shit. Um, goud. Er zit heel veel goud in jou. En um, ja, op een of andere manier houden we onszelf best wel tegen om dat goud eruit te laten komen. Um, Soms hebben we helemaal niet door dat het goud is, vinden we het heel zelfsprekend. Um, maar um, super waardevol. Um, dus zoveel kennis in jou, zoveel ervaring, zoveel dingen waar andere mensen misschien ook iets aan hebben, maar ook die voor jezelf heel nuttig kunnen zijn. Um, dus ja. Doe daar eens wat mee. En wat er gebeurt als je, dus morning pages, gaat doen. is niet per se dat dat goud er op dat moment uitkomt. maar wel dat, dat de, uh, de weg voor jouw goud om eruit te komen. minder blokkades heeft. Dat je, omdat je leert om gewoon te gaan schrijven. uit jezelf, dat wordt een soort systeem, een soort patroon. Uh, wordt het makkelijker om. Ook op allerlei momenten je creativiteit wat meer de vrije loop te laten. En die innerlijke criticus die zit meer in een hoekje toe te kijken, maar die houdt de mond gewoon lekker. En um, ja, dat is zalig. Dus um, dat is wat, uh, wat dit teweeg brengt. En um, ja, het lijkt uh, misschien uh, uh, een hele opgave, en dat is het voor sommige mensen ook. Uh, maar het is een interessante opdracht om eens te gaan uitproberen voor een week of twee. Om eens te, bij jezelf te kijken van, nou, uh, wat doet dat met mij? Uh, rare gedachten, gekke woorden, vreemde zinnen. En het idee is dus van de morning pages, specifiek de morning pages, drie pagina's max, uh, drie pagina's minimaal. Uh, drie maanden lang, minstens, elke dag. En je hoeft het niet, nou, sterker nog, je mag het niet teruglezen. Het gaat niet om wat er staat. Uh, want je schrijft heel veel onzin waarschijnlijk. En dan komt die criticus weer en die gaat er dan allemaal weer van alles van vinden. Nee, gewoon die pagina's die zijn niet, daar hoeft niks, niks uit geput te worden. Want dat wat er daar vrijkomt, dat komt op andere momenten ook weer vrij. En dat gaat jou uh, door de dag heen gaat dat bij jou weer terugkomen. En um, dat hoeft dus niet op die pagina's per se te staan. Dat hoef je ook niet terug te lezen op die pagina's. Um, het gaat er juist om dat je leert om het gewoon eruit te gooien zonder dat er iets mee moet. En zonder dat er een lat ligt waar je aan moet voldoen of uh, eisen en dat het een briljant verhaal moet zijn. Um, dit is echt, uh, dit is pure, ja hoe zullen we het zeggen, uh, ja dit, dit is eigenlijk een soort oefening in loslaten. En, um, ja, nou, superkrachtige oefening. Dat boek dat bestaat dus al meer dan 30 jaar. En dat is nog steeds actueel, nog steeds succesvol. Het wordt nog steeds door heel veel mensen die um, nou, creatieve blokkades ervaren um, gebruikt. Ik raad het bijna elke dag wel aan een klant aan. Dus, um, ja, dit is gewoon cool stuff. En dat boek staat nog veel meer interessante dingen in. Maar goed, dit is wel het meest, uh, dit is de essentie van het boek, zeg maar. Um, nou ja, je kan nog heel veel andere dingen doen natuurlijk om je creativiteit te stimuleren. Um, bijvoorbeeld um, creatieve schrijfopdrachten. En ik zie dat ik hier even niet op heb zitten letten, want ik heb hier gewoon uh, mijn uh, sheet niet aangepast. Oei-oei-oei. Moet ik nu mijn hele video opnieuw opnemen of zal ik het gewoon zo laten zijn? Dat is interessant. Wat zegt de innerlijke criticus? Nee, dat kan toch niet. Dat is toch niet professioneel? Hmm, en wat zeg ik? Nou, dat is dan maar niet zo prima. Um, inspirerende schrijvenopdrachten um, kunnen je aanzetten tot meer schrijven. Um, dus bijvoorbeeld: um, ik heb daar een leuke opdracht bij. Kies een onderwerp. Mag van alles zijn. Iets wat jij misschien, wat je interessant vindt, of waar je nieuwsgierig naar bent, of waar je eigenlijk helemaal niet zoveel van af weet. Uh, waar de, de buurman de hele tijd over aan het praten is, of waarvan je gisteren iets op televisie hebt gezien, of uh, waarvan je denkt: Nou, daar heb ik echt nog nooit iets over nagedacht. Um, ga daar een verhaaltje over schrijven. En dat verhaal hoeft niet waar te zijn, het hoeft niet uh, uh, wetenschappelijk gestoeld te zijn, of op wat voor manier dan ook. Um, representatief te zijn of iets, het hoeft helemaal niks. Het hoeft niet briljant geschreven te zijn. Het gaat er echt om dat je ja, op een bepaalde manier um, uh, gaat leren om gewoon random um, verhalen in je op te laten komen. En deze opdracht kan je ook, uh, zeg, maar strategisch. Uh, gebruiken. Je kan ook zeggen, van, nou, ik ga het alleen maar doen met woorden, uh, bijvoorbeeld met mijn kernwaarden. Daar ga ik dan verhaaltjes over schrijven. Of ik ga het alleen maar doen met uh, ja, een, een verhaal over mezelf voor mijn website. Want dan heeft het ook zin. Prima. Maar deze opdracht is juist zo leuk als het niks hoeft te zijn. Want dan is ook weer die innerlijke criticus rustiger. En dan is de drempel lager om het ook daadwerkelijk te doen. En wat er gebeurt, is dat je dus gaat oefenen in... Wat meer vrij associëren, wat vrijer denken. En dat, dat verhoogt je creativiteit enorm. En het is ook gewoon lekker om met iets bezig te zijn, zonder dat er per se iets mee moet. En zonder dat er een lat of eisen zijn van, oh, het moet briljant zijn. Maar ja, het mag wel, hè, als je het wil. Dan pak je bijvoorbeeld je kernwaarden, in mijn geval bijvoorbeeld autonomie, en dan schrijf ik alles op. Uh, wat ik over autonomie, weet je wel, dan geef ik daar een mooi verhaal over. Van goh, wat is nou autonomie voor mij? En je schrijft bijvoorbeeld een verhaaltje over iemand die super autonoom is en wat diegene dan allemaal doet. En uh, nou, wie weet, haal je daar wat uit voor jezelf om ook bijvoorbeeld in je content te gebruiken. En uh, wie weet, brengt het je op ideeën? Wat je bijvoorbeeld ook kunt doen, is een flart van een gesprek wat je opva opvangt in de tram. En daar dan een heel verhaal over schrijven, van wie die mensen dan zijn en waar ze vandaan komen. Je kunt ook um, um, ja, iets wat je ergens gezien hebt of een bepaald um, uh, onderwerp pakken, een voorwerp pakken en daar een heel verhaal over schrijven alsof dat voorwerp leeft. Er zijn heel veel verschillende dingen waarop je dit kan gaan uitproberen. Ik noemde gisteren al het voorbeeld van de boom hè, en alle onderdelen van de boom en het hele verhaal over de boom, wat je daar allemaal over kan schrijven. Um, dat zou je ook voor deze opdracht kunnen gebruiken. En uh, ja, gewoon heel interessant om te zien wat gebeurt er dan en wat komt eruit. uit. Um, superleuk om eens te checken. Um, magic Word of the Day noem ik het maar eventjes. Um, dat is een woord, random. Um, ik heb het een tijdje gedaan met... Dan had ik elke, elke dag een woord. En dat, uh, dat woord, daar kwam ik op door... Um, uh, um, ik heb een YouTube-video met uh, um, ja, allerlei inspirerende woorden. En dat is, dat is... Dat kan je dan... Natuurlijk stilzetten en een screenshot van maken. En het woord wat er dan uitkomt. Dat is dan het woord van de dag. Nou, uh, ik zal de link naar die. Uh, YouTube video uh, natuurlijk even met je delen, zodat jij dat ook kan doen. Um, dan doe je dus een screenshot maken en dan, ja, dan kies je dat woord. En dan ga je kijken van, hmm, wat doet dat woord met mij? En dan ga je eens even voelen van, goh, wat, wat vind ik eigenlijk van dit woord? En wat ik uh, uh, toen heb gedaan, wat ik heel leuk vond, uh, was dat er dan dus een woord uitkwam. Bijvoorbeeld uh, veerkracht of bijvoorbeeld... Uh, uh, stabiliteit. Nou, dat is een woord waar ik helemaal niks mee heb. Dus dat, uh, dat sprak me juist helemaal niet aan. Dat triggerde me wel, want ik dacht van, uh, hoezo moet ik dat, wat moet ik met dat woord? Um, stabiliteit helemaal niet interessant. Um, maar het maakt me wel nieuwsgierig van, goh, nou, wat kan ik er dan wel mee? Um, dus ik besloot daar um, over te schrijven, maar ook research naar te doen. En wat ik gedaan heb, is dat woord uh, RZTTP, uh, uh, gevraagd aan ChatGPT gevraagd: van wat betekent nou eigenlijk stabiliteit? Wat is nou de betekenis van stabiliteit? En in welke kunstuitingen, muziek, theater, televisieprogramma's, boeken, komt dit woord voor? En wat, uh, wat zijn dan uh, programma's en dingen, uh, boeken, die daarover gaan? En uh, um, ja. Waar, waar, sta, waar is inspiratie over stabiliteit? Nou, ChatGPT um, is fantastisch. Ik heb de, de betaalde versie, die is helemaal fantastisch. En die komt met een hele lijst met allemaal films, um, boeken, um, theater, um, kunst, uh, kunstenaars, die dus uh, dat als thema hebben. En uh, um, ja, wat ik dan vervolgens ben gaan doen... is uh, daar dan ook weer eens naar gaan kijken... van, goh, nou, die kunstenaar... Oh, die ken ik eigenlijk helemaal niet. Uh, als je die dan googelt... wat komt er dan over diegene daarboven? Dus, nou, toen kwam ik erachter... een, een of andere uh, uh, graffiti-artist in, uh, in Miami... die ik notabene uh, ook daar... dat zijn werk heb ik daar gezien. En dat vond ik fantastisch. Daar heb ik allemaal foto's van gemaakt. Nou, die blijkt dan dus... Nou ja, iets met stabiliteit te hebben. Um, een bepaalde muziekstijl, um, waar ik vroeger heel veel naar luisterde, ambience. Het zijn ook bepaalde stukken die dus uh, ja, op een bepaalde manier ja, een soort stabiliteit uitstralen. En nou ja, ik kreeg dus allerlei input vanuit onverwachte hoek. En um, ik ging dus ook bijvoorbeeld een kaart trekken en dan kijken van nou oké, okay, Um, wat, wat, wat staat er op deze, deze kaart? Um, bijvoorbeeld een, um, um, nou je hebt natuurlijk verschillende soorten kaarten, dus een tarotkaart of een, um, een inspiratiekaart, verschillende kaarten getrokken. En dan ging ik kijken van, goh, um, wat staat er op die kaart? En ja, uh, heeft dat ook te maken met die stabiliteit? En um, ja, het grappige was dus dat, uh, dat ik best wel vaak kaarten trok, die dan ook gingen over uh, balans en over rust en over, nou ja, over stabiliteit en alles wat daar een beetje mee te maken heeft. Um, dus dat is ook heel gek dat dat dus gebeurde. Uh, of niet, hè, het is maar waar je in gelooft. Maar um, nou, ik vond dat heel leuk om te doen, uh, omdat het heel veel uh, nieuwe kennis heeft opgedaan over uh, wat er allemaal met stabiliteit te maken heeft. En ook met het woord veerkracht en humor, ik had heel veel verschillende woorden. Had ik. Um, en ja, weet je, dat, dat gaf mij weer een heleboel nieuwe, nieuwe input vanuit een, vanuit een hoek waar ik het eigenlijk niet verwacht had. En ik zag dus allerlei verbanden in één keer tussen, nou, wat ik dan allemaal leuk vind, en wat dan, uh, uh, wat dan ook in die woorden naar boven komt, en wat dan ook in die kaarten naar boven kwam. Dingen over mijn karakter en over hoe ik naar de wereld kijk. En er zat allerlei, soort, ja, er zat allerlei verbanden tussen. En uh, dat hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn. Misschien ben ik wel degene die dat ziet. Ik ben uiteindelijk degene die de rode draad creëert. Hè? Um, en en uh, ja, verbanden leggen kan je op heel veel verschillende manieren doen. Maar ik vond het een hele leuke oefening. Uh, voor mijn eigen creativiteit en mijn eigen inspiratie. Ik kreeg er ontzettend veel energie. Van ook om weer nieuwe dingen te leren over dingen die buiten mijn uh, comfortzone zijn. van waar ik normaal altijd kijk en wat ik normaal altijd lees. Uh, ja, ik ben met kunstenaars in contact gekomen die ik nog niet kende ook. Uh, ik heb muziek leren kennen die ik ook nog niet kende. En um, ja, het was hartstikke inspirerend. En um, ja, het zet dan mijn eigen creativiteit ook weer aan, omdat je. Uh, ja, dat je buiten de gebaande paden gaat. Hè? Omdat je dus in één keer met iets via, via een woord, notabene, uh, op een ander pad gezet wordt. En uh, ja, um, nou, ik vond dat een leuke oefening. Um, en je moet maar eens kijken of dat voor jou ook zo zou kunnen werken. Of dat je het leuk vindt om dan ook bijvoorbeeld zoiets als ChatGTP daarvoor in te zetten. Ik vond dat zelf dus heel leuk. En ik doe het ook bijvoorbeeld dat ik um, in opdracht. Uh, Um, een blog schrijf over de gekste dingen. En dat heb ik in het verleden deed ik dat ook al toen ik webdesign deed. Toen dus schreef ik een hele website over waterfilteringsinstallaties. Nou, daar weet ik echt helemaal niets vanaf. Maar nu wel. En um, ja, is dat belangrijk? Nee, helemaal niet. Maar het is wel leuk dat je daar nu dan heel veel vanaf weet. Ik vind dat dan grappig. Um, maar ik ben natuurlijk ook een beetje een allesvreter wat dat betreft. Um, ik vind het gewoon heel veel het leuk om over heel veel dingen iets te weten en andere mensen hebben dat helemaal niet. Die denken, nou, ik vind het allemaal prima. Um, dus als dit, als als het jou triggert, dan moet je er zeker iets mee doen. Um, ik heb ook blogs geschreven over kinderstoeltjes. Weet ik ook helemaal niets over over um, systemen om uh, je um, caravan achter je auto te zetten. Um, en uh, ja, dat is heel leuk als je dan gaat, gaat lezen over dat soort dingen. Denk je, oh, nou, dat wist ik niet. Ja, en wat er gebeurt dus, is omdat het iets is wat je normaal nooit zou opzoeken of nooit zou, um, zou bedenken, um, zet het dus ook weer andere luikjes in je hersens open. En uh, ja, dat vind ik er dus heel leuk aan. Dus, nou goed, um, doe ermee wat je wil. Ik rijk het uit. En uh, kijk maar. Um, wat ook natuurlijk altijd tof is. En wat dan um, vooral met. Um, uh, Um, hoe heet het? Uh, EU, ik kom even niet het woord: um, manifesteren te maken heeft. Um, dat is natuurlijk een vision board maken. En een vision board is um, ja, eigenlijk een soort visuele verbeelding van jouw visie. En um, het is heel erg leuk om mezelf erachter te komen van hoe zie ik het nou, eigenlijk vind ik nou belangrijk. Wat, waar word ik blij van? Uh, maar het is ook leuk voor andere mensen om het me te zien. Want die kunnen dan ook... Ja, ik vind dat heel leuk. Om, ik kan in één oogopslag lezen wat voor iemand jij bent... als ik jouw vision board zie. Uh, en dat vind ik geinig. Dus uh, ja, ik, uh, ik vind zelf... Doe ik het heel vaak. Ik maak elke half jaar een uh, vision board. Gewoon op papier, heel groot. Maar ik heb, doe het ook wel soms in mijn, uh, in mijn journal. Um, en ik vind het leuk, weet je wel? Gewoon lekker dingen plakken en knippen in je journal. Plaatjes in. Vroeger had ik al van die super dikke agenda's. Waar dan ook allemaal plaatjes van, uh, van uh, Don Johnson en Morten Harkert van AHA En uh, Michael Jackson en Madonna. En al die mensen waar ik fan van was. Uh, in soort sta zaten. En uh, tekeningetjes en briefjes van mensen in de klas die iets aan mij stuurden. Uh, ja. Uh, het was een soort heel dik boekwerk, een soort plakboek met van alles en nog wat erin. En ja, ik heb dat altijd heel leuk gevonden. Ik ben niet zo'n uh, zo 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 creatieve vreubelaar dat ik ook uh, scrapbooks maak. Um, maar um, nou ja, een beetje dat scrapboek idee, um, dat vind ik wel heel erg leuk. En uh, ja, als dat iets is wat jij, uh, wat, wat jij ook leuk vindt, nou, dan is een, een visionboardbaken baken uh, misschien wel een goed idee voor jou. Of een vision... Uh, journal in dit geval, waarin je dus ook uh, ja, plaatjes uh, doet van dingen waar jij blij van wordt. En uh, uh, ja, dat kan je dus op heel veel verschillende manieren doen natuurlijk. Um, um, wat ik zou doen is eerst uitgebreid schrijven wat je wil manifesteren, op, bijvoorbeeld op verschillende thema's, hè, waar we het al eerder over gehad hebben, en er dan tekeningen bij te maken of plaatjes bij te plakken. En even lekker je creatieve geest helemaal zijn ding laten doen. Mooie quotes erbij. En dan op die manier. Um, ja, een beetje kijken van. Nou, hoe krijg ik het mooi, een mooi rond beeld. van dat wat ik dan eigenlijk wil. En het gevoel wat ik daarbij wil hebben. Um, en dit is. Um, ja, dit is een manier. En ik, ik, ik heb eventueel ook nog een andere manier. Want ik heb hiervoor een journal ontwikkeld. Moet ik eventjes achter me kijken, ik heb meerdere journals heb ik ontwikkeld. Uh, omdat ik nou eenmaal leuk vind om te doen. Um, deze. Rewrite your story journal. Dat is een uh, journal waarin je kunt schrijven wat je dan wil manifesteren op bepaalde gebieden. Er zitten ook hele mooie foto's in. Um, bijvoorbeeld, uh, ja, je droomvakantie. Um, ja, met palmbomen natuurlijk, want ja, dat is mijn droomvakantie. Maar ook, uh, waar moet je droomhuis staan? Um, wat... Uh, Um, wat voor mensen wil je om je heen verzamelen? Um, welke cursussen en opleidingen wil je nog doen? Um, waar wil je naartoe op reis? Um, wat wil je nog um, bezitten? Um, wat zijn, wat zijn uh, gezonde gewoontes die je jezelf wil aanleren? Um, wat zijn uh, gelddoelen die je nog hebt? Nou, op allerlei vlakken. Um, kun je hier in je doelen omschrijven. En zoiets kan je natuurlijk zelf ook maken. Um, dan heb ik verder nog een journal. Dat gaat over dankbaarheid. Hè. Daar hebben we het natuurlijk op de, um, op de eerste dag over gehad. Um, dit is een, uh, een dankbaarheidsjournal. Waarin je dus schrijft van wat je, uh, wat je graag in je leven wil manifesteren. Uh, waar je blij van wordt. Dus er zit een happy list in die je zelf kan invullen. En um, ook wat moet je nou loslaten. Om uh, nog gelukkiger te zijn. En dan hebben we het ook nog, heb ik ook nog deze. Die is, dat uh, uh, is je Collect My Gold Journal. En die is uh, om uh, je intentie te zetten elke dag. Hè, wat we ook op dag 1 gedaan hebben. En uh, om je goud in te verzamelen. Dus al je gouden ideeën, al je, al je creatieve ideeën. Die kun je hierin kwijt. Het is best wel een redelijk dik journal. Dus uh, 150 pagina's. En dan kan je lekker uh, ja, alle, alle mooie brainstormdingetjes die je opkomen, die kun je daarin kwijt. Nou, je kunt deze journals kun je kopen via mijn website, als je dat zou willen. Um, je kunt ze ook, uh, ook zelf zo'n journal te creëren. Um, ja, wat jij wil. Ik werk ook heel veel en heel graag met de, met de Mus-journals. Die vind ik ook heel fijn. Dat zijn deze. Die uh, zijn ook lekker dik. Bullet journals. Um, whatever suits you. En ook een beetje waar je creativiteit door geactiveerd wordt in dit geval. Hè? Want als je journalen voor je creativiteit wil gebruiken, nou ja, dan, uh, um, dan is het leuk om een journal te nemen wat jou ook een beetje uitdaagt op dat vlak. Wat jou ook een beetje inspireert misschien wel een wat groter formaat. Hè, dat je inderdaad erin kan plakken en knippen en uh, um, ja, dingetjes erin kan doen. Uh, maar dat is dus natuurlijk aan jou. Um, ik wilde slechts wat ideetjes met je delen en um, ja, je inspireren om meer uit je journal te halen. En um, aanstaande maandag is de masterclass en dan kun je, kunnen we, gaan we alles rondbreien. En dan ga ik je ook vertellen over wat je hier nog meer mee kan. Want ik heb twee dingen voor je in de aanbieding: één is de uh, Power of Journaling. Uh, online uh, een cursus uh, waarin je nog hier meer mee aan de slag gaat, maar ook dus wat uh, actiever, wat praktischer met dat wat je hier uit kiest en um, write your story online. Dat is mijn nieuwe online programma, acht weken waarin ik je intensief ga begeleiden in hoe je je verhaal kan gaan vertellen, uh, bijvoorbeeld als keynote of als uh, podcast of als uh, Online cursus of als content voor social media. Um, jij hebt een prachtig verhaal in jou en dat mag eruit. En uh, hoe je dat gaat doen, dat is natuurlijk aan jou. Um, je journal kan een prachtige basis zijn om dat verhaal te gaan ontdekken. En um, ja, en ik wil je helpen om. Uh, de volgende stap daarin te zetten. Maar dan ga ik het maandag nog wat uitgebreider met je over hebben. Mocht je nu al denken: Oh, dat lijkt me heel interessant, laat het me dan vooral weten, want dan stuur ik je alvast uh, informatie daarover. En anders uh, sluit lekker aan aanstaande maandag um, voor de masterclass. Um, ik ga nog weer super veel met je delen en hopelijk ben je er live bij. En kunnen we ook met elkaar eventjes in gesprek gaan? Kun je ook vragen stellen? Um, ja. Dat is altijd leuk als het een beetje interactief is. Dus, uh, nou, ik hoop je dan te zien. Um, heel veel succes met journalen en uh, tot dan. Ciao.